Here we go! Zaterdag 19 mei van 11 tot 2 uur is het dan eindelijk zover en staat Community Day nummer 5, oftewel Charmander, op ons te wachten. Wat misschien wel de meest enthousiaste Community Day event tot nu toe is. En ik ga jou uitleggen waarom. Want om te beginnen met het officiële nieuws op de Pokémon Go website is natuurlijk Charmander, zoals je hier kunt zien. Ja, de hoofdrolspeler op die dag en tijdens dat Community Day event. Wat natuurlijk hartstikke gaaf is, want dat betekent natuurlijk dat we een shiny Charmander kunnen verwachten. En als je afvraagt hoe die eruit ziet, dan is dit de Charmander waar je naar uit moet kijken. Een soort van geelachtig oranje Charmander. Hetzelfde geldt voor Charmeleon, ook een beetje geelachtig oranje in plaats van het roodachtig oranje wat ze normaal zijn. Maar het gaat natuurlijk om die laatste, dat is natuurlijk shiny Charizard. Een zwarte Charizard met rode vleugels. Ten eerste super gaaf. Ten tweede super sterk, kom ik zo meteen ook nog op terug, maar ja, dit is gewoon de shiny die je wil hebben. Als je het mij vraagt, is dit denk ik wel het Community Day event waar ja, het meeste hype voor is. Zelfs meer hype dan voor shiny Dratini. Omdat het ja, ten eerste al ja, wat langer bekend was dat shiny Charmander zou komen. Maar ook omdat shiny Charizard misschien wel in Pokémon in het algemeen, dus gewoon heel Pokémon over heel de wereld, is misschien Charizard wel gewoon ja, de meest enthousiaste of bekende shiny ooit. Gewoon ooit in Pokémon, dat is het. Hartstikke gaaf, dit is dus zeker de shiny waar je naar uit wilt kijken, dus zorg alsjeblieft dat je hem vangt. Maar daarnaast zei ik natuurlijk net ook al dat het misschien wel de sterkste tot nu toe is. Ja, Community Day op dit moment. Omdat namelijk onlangs is bevestigd, dat is al niet zo heel lang geleden, dat Blast Burn de exclusieve move zal zijn voor Charizard. Dat is hartstikke gaaf, want die kan je een beetje vergelijken met Frenzy Plant voor Venusaur in het vorige Community Day event. Van de ja, Kanto starters, om het zo maar even te noemen. En ja, dat is gewoon hartstikke gaaf, want ook dat zal ik even nader toelichten. Want zoals je kunt zien is Fire Spin met Blast Burn in dit tabelletje. En dan is de bovenste uiteraard de sterkste aanval voor Charizard op dit moment. Wat natuurlijk hartstikke gaaf is. Laten we eerlijk zijn, het is al een geweldige ja, vuurtype aanvaller Charizard. Maar met deze moveset wordt het, volgens mij kan hij meer schade per seconde doen dan Mewtwo zelfs. En wordt het de derde beste aanvaller, op vuurgebied dan, in het spel. Dus dat betekent dat alleen Moltres met Fire Spin Overheat en Entei met Fire Spin Overheat boven hem staan. Ja, dat is ook wel een beetje logisch, want het zijn twee legendaries. Maar Charizard met Fire Spin Blast Burn is de sterkste vuurtype aanvaller op dit moment in het spel. En ja, dat zal die waarschijnlijk nog wel een tijdje blijven, want het is gewoon een van de sterkere ja, vuurtypen in het algemeen. Afgezonderd dan natuurlijk van legendaries, maar dat ook even terzijde. Dus ja, het is gewoon zeker een move die je wil hebben. En dan moeten we heel veel terug naar het vorige plaatje. Want zoals je kunt zien is het een exclusieve move, dus dat betekent dat je alleen deze move kunt krijgen als je een Charmander laat evolueren tussen 11 en 2 op zaterdag 19 mei. Geen charge DM's, geen fast DM's, ook al heeft het dan niets mee te maken. Het werkt allemaal niet, dus doe geen moeite en ja, probeer echt gewoon een goede IV Charmander in ieder geval te vangen tijdens dat event. En het liefst natuurlijk een shiny. En het liefst natuurlijk een shiny met goede IV's. En ja, en dan te laten evalueren tijdens deze tijdspan. Dus ja, als je een eentje kan krijgen, maak er zeker goed gebruik van, want het is zeker een hele goede ja, aanvaller, vuurtype aanvaller, het is maar net wat je wil noemen. Nou, dan de laatste twee dingetjes, ook niet al te onbelangrijk. Is natuurlijk een driedubbele Stardust bonus als je een Pokémon vangt. Dus maak daar zeker goed gebruik van. Zet ook nog een Starpiece aan. Probeer ook je zevendaagse streak op die dag te krijgen. Weet dit allemaal wat je doet. Maar zorg gewoon dat je lekker gebruik van maakt van die Stardust. Want dat is zeker hartstikke handig om te hebben. En daarnaast natuurlijk 3 uur durende lures. Dus zet om 11 uur een lure aan. En je bent voor heel het event gegarandeerd van een lure op die Pokéstop. Nou, dat is eigenlijk nog niet eens alles, want zorg natuurlijk ook dat je goed voorbereidt voor het event. Zorg dat je genoeg ultraballen hebt. Zorg dat je genoeg greatballen hebt. Zorg dat je überhaupt genoeg pokeballen hebt. Zorg dat je genoeg berries hebt. Zorg dat je genoeg pineberries hebt. Zorg dat je genoeg incense hebt. Zorg dat je genoeg lures hebt. Star pieces, lucky edge, noem maar op. Zorg gewoon dat je dit event optimaal benut, want het is misschien wel, ja, ten eerste is het gewoon een hele sterke Pokémon. Ten tweede is het een hele gaaf Pokémon, dus ik zie niet heel veel meer reden om jij echt goed voor te bereiden ja, voor het event. Want wat wordt dit een gave. En als je erbij vraagt, vind ik dit het gaafste tot nu toe. Ik kan nu al niet wachten op de shiny Squirtle met Blastoise. En ja, wat zal het dan zijn? Hydro Cannon waarschijnlijk als exclusieve move. Nou, waarschijnlijk krijgen we ook nog wel ooit een keer een Larvitar Community Day event. En misschien ook wel een Bacon, mijn favoriete draaktype Pokémon. Jonas, ik kan niet wachten. Maar ja.
dat was het eigenlijk alweer. Ik hoop dat je hiermee goed voorbereid en goed alvast hebt kunnen bewust maken van dit hele event. Want geloof me, het wordt echt een hele gave. En ik denk dat die nog groter wordt dan alle vorige Community Day events. Niet bij elkaar, maar ja, het wordt gewoon de beste tot nu toe. Dus ja, de rest mij nog één te doen. Dat is jullie natuurlijk. Super bedankt voor het kijken en voor jullie geweldige support. Dat wordt zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende video.